nu ga je even, nou, heb je daar wat bereikt, ga je switchen naar de andere kant. En nu zet je hem helemaal klem met paard F5 en lopen C4. Je moet er eigenlijk wel dingen als paard van 6 dat je pion al weer hard hebt, dus je pion terug. En doorgeven. Alle stukken komen erbij, het is echt wel stress. Dus de lopers zou op een gegeven moment nog weg moeten, eigenlijk al gelijk met paard F5, meestal een loop F8. Dat de toren dan op D1 staat. Maar dan krijg je ook dingen als toren B1. Moet je weg. Lopen maar C7, zal winnen. Je kunt als lopen D4 kunnen ook. Ja, dat zijn ook heel goed. De truc is inderdaad zo'n soort topvoet. Ja. Zag de dekking van de T6 weg. Ja, klopt. En nu doe je dat met een offer. En als je hem dus echt aanneemt, dan zie je al wat van alles binnenvalt. Nou, dat was het opwarmtje in ronde 1 tegen Maarten Elvers. Dus die zien we met ongeveer 1600. Dus nou, die moest je op zich wel kunnen hebben. Ja. Volgende steun was gelijk de ronde naar de TKMA. Dan vraag ik tussendoor.